zit naast Willem Alkema, of tegenover Willem Alkema. Al 15 jaar hadden we net uitgerekend, presentator op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival. Wat is nou de grootste verandering die jij hebt meegemaakt in de afgelopen 15 jaar? Wow, nou, dat zijn er nogal wat. Maar het heeft ook wel heel erg met locatie te maken. We hebben op de Turfmarkt gezeten in Zwolle. En het Wezenlandenpark, is er nog een andere plek geweest? Nee, Turfmarkt en het Wezenlandenpark. Dat is wel een hele grote stap geweest. Turfmarkt was echt een stuk kleiner, het festival. Maar goed, ook op de Turfmarkt, want op dit moment speelt Kane. Ook op de Turfmarkt speelde Kane. Dus dat is, sommige dingen blijven blijkbaar een beetje hetzelfde. En qua sfeer, vind je het vooruit gegaan? Vind je het achteruit gegaan? Nou, ik vind het vooruit gegaan, ja. We hebben de afgelopen jaren hebben we het ook wel eens gehad dat je dacht van nou, het voelt wat anders of zoiets. En dat kan te maken hebben met weer. Hè. Als het regenachtig is, dan is het, dat is toch altijd, het blijft tof, weet je wel. Maar als de zon schijnt, dan is het net een soort gouden randje op het festival. Heeft het net ietsje meer. Heeft het net iets meer. Nu is dit jaar het thema vrijheid spreek je af. Daar heb je al heel veel over verteld vandaag op het podium. Toch even, hoe zie jij een wereld voor je waarin vrijheid niet is afgesproken? Dus waaraan er geen regeltjes of afspraken aan vastzitten? Nou, dat is denk ik precies wat je schetst. Op het moment dat er geen afspraken zijn, dan kan je over elkaar heen walsen. Dan kan inderdaad de sterkste de kleine verdrukken. Dan geldt alleen het recht van de sterkste. En niet alleen het recht van de sterkste, ook soms het recht van de gekste. Of het recht van de meest gevaarlijke. Kan dan ook gelden. Dus je hebt afspraken nodig om met elkaar tot een soort van leefbaarheid te komen. En daar wordt altijd, zit daar een soort druk op die ketel. Er wordt altijd, is er iemand die zegt van, jij mag niet dit. Of iemand zegt van, ja, maar wat jij vindt dat ik niet mag, dat wil ik juist wel, want dat is mijn vrijheid. Snap je? Ja. Dus wat voor de ene vrijheid is voor de andere een belemmering. En dat is een ding wat steeds heen en weer gaat. Dat zie je ook in de politiek bijvoorbeeld. Dat er een partij is die wil juist dat er vluchtelingen niet in Nederland komen, want die verdringen andere mensen. Noem maar wat. Maar de andere kant is dat het juist het geven van vrijheid is als je mensen hier welkom heet. Nou, dat zijn principes die zijn altijd in beweging en daar moet je altijd over blijven praten en met elkaar zien uit te komen. Dat gaat ook nooit over. Dat is wel een goeie. Wat is voor jou het mooiste optreden wat je in die afgelopen 15 jaar hebt gezien en ook het meest slechte optreden wat je in de afgelopen 15 jaar hebt gezien? Oké, de... Vind ik wel heel moeilijk hoor. Het was je eigen vraag. Ja, sorry. Had ik het niet moeten bedenken. Koekoek. De mooiste, om een van de reden moet ik denken aan Zita Swoon. Dat is een band die niet heel veel mensen kennen. Kwamen uit België. Dat vond ik wel helemaal te gek. Dat vond ik echt tof. Het is me gewoon bijgebleven om een of andere reden. Er zijn tal van andere topoptredens geweest. Nou, de minst goede, nou, we hebben eigenlijk alleen maar goede optredens natuurlijk. Maar de eentje die wel heel erg bij is gebleven is het optreden van Melanie, een zangeres uit de jaren 60. Die ook op Woodstock heeft gespeeld, grote Amerikaans festival. Die kwam hier en ze was verkouden. En dat was een beetje valsig. Nou, dat geeft nog niet zo erg. Maar wat maakte dat optreden nou een beetje lastig? Dat was dat het bier op was. En ik mocht dat gaan vertellen aan de mensen. Een hele pijnlijke mededeling hier. Dat werkt niet echt lekker of zo. Dus dat was zeg maar de... Nou, het was niet eens het slechtste, maar het meest bizarre optreden, denk ik. Ja. Ja. Ik mag hier ook al 10 jaar rondlopen. Wat mij dan het meest is bijgebleven is, dat was inderdaad op het Rode Torenplein dat op een gegeven moment de Dijk speelde als afsluiter na de Sheer. En ik werkte toen nog bij de toiletten. Een grote stap vooruit gemaakt nu. Maar daar stonden op een gegeven moment allemaal mensen op die toiletunits te dansen. En een van die toiletunits is dermate verzakt dat we toch wel vriendelijk werden verzocht om er af te komen.
Dat is iets wat mij is bijgebleven dan. Nou, dan moet je bedenken dat toen de Sheer, dat was toen echt een super act. Ja. Waar de Sheer nu vandaag de dag is gebleven, ja, die staan er niet meer. Zijn nog steeds, is nog steeds een hele goede band, traint nog steeds op. Ja, dat is dus niet een blijver gebleken. Ja, de Dijk wel, maar ja, dat, trouwens diep toen het redelijk leeg bij de Dijk, het publiek. Ja, de eind, hè? Ja. Ja. En volgens mij begon het te regenen, dus ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Merk je daar nou veel van? Het weer dat echt heel erg afhankelijk is of het nou regent of dat de zon schijnt. Dan hebben we het net ook wel dat gouden randje, maar... Ja, maar dat is een hele andere sfeer. En mensen zijn met mooi weer heel relaxed. Maar ze drinken ook meer. Dat heeft positieve en negatieve kanten. Positieve is dat het festival is nou helemaal afhankelijk van wat mensen kopen. Dus als dat meer is, dan is het goed voor het festival. Nadeel is dat de drank ook mensen wat ongeremd maakt en tot andere problemen leidt. Maar, nee, maar over het algemeen is met mooi weer de sfeer ja, relaxed. Mooi. En de aankomende 15 jaar gewoon nog... presentator van het hoofdpodium? Nou, 15 jaar, dat weet ik niet. Maar ik ben blij met elk jaar dat ik het mag doen. Ja, ja. Super. Willem, ik wil je heel erg bedanken voor het interview. Graag gedaan, man. En tot volgend jaar. Ja.